Hey kijkers van Dus David Kraft en welkom bij een gloednieuwe Mytopia aflevering. Ik heb heel veel geld, dat zie je hier. Ik heb 8,5 miljoen. Dat is eigenlijk de dag 1 opbrengsten van de F5 shop die hier in Gradle zit. Dat kun je twee video's terugzien. Was een groot succes, maar daar gaan we het helemaal niet over hebben, over mijn geld. We gaan het hebben over de twee guns die ik heb en wat ammo. Niemand heeft het doorgehad, als in Twan niet en Blood Circle ook niet, dat ik dat meegenomen heb. Ik weet alleen nog echt niet wat ik ermee moet. Jullie hebben meer dan 1000 reacties puur op mijn vraag achtergelaten de vorige keer van, what the fuck moet ik ermee? Het was een beetje een impuls, ik zag het, ik dacht, pakken. Ik had het beter bij het geld kunnen doen. Zo, er ligt ook geen geld hier. En gewoon mijn inventory vol met geld. Er lag iets van 4 miljoen, had ik gewoon moeten pakken, maar dat ligt nou allebei bij Weatherlight, de ministerie van Justitie. En die gozer die heeft ook... alle wapens inmiddels. Dus Twan heeft ze overgedragen aan zijn baas. En ik weet niet wat hij ermee gaat doen. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik kan iets risky doen. Ik kan zeggen van, ik ga de wapens verkopen. Maar ja, straks krijg je een kogel terug. Zo van, hey, bedankt voor het pistool, hè. Baf. Dat wil ik niet. Ik heb ze verstopt, de twee pistolen. Dat heb ik hier in mijn huisje gedaan. Want ja, wie gaat hier nou in godsnaam zoeken? Helemaal niemand, zou je zeggen. Het is nog redelijk vroeg in de ochtend, zoals je ziet. Het is 8:45. Er zijn niet superveel mensen online... dus ik vind het nu wel even safe om te kijken. Ik heb er eentje hier verstopt. Een heel mooi plekje. Oh, kijk hem hier. Power 5, dames en heren. Daar kun je wat mee. Vervolgens heb ik de andere boven liggen. Dus dat zal ik wel even laten zien waar die zit. En dan ga ik ook mijn risico laten zien hier. Het is hier afgezonderd, dat is waar. Ik pak hem er gewoon even lekker bij. Maar aan de andere kant, afgezien dat het afgezonderd is, heb ik wel buren nog. Dus dat is een beetje vervelend. Het laatste wat ik wil is dat mensen hier mij zien met een pistool. Stel je voor, ja, kijk, hier zie je door een raampje, kun je de buurman zien. Ik zal ook even buiten kijken. Stel je voor dat ik hier met een pistool sta. Dit ziet hij volgens mij met Optifine, als ik hier zo sta. Toch? Denk ik. Ik weet het niet. Nou, gelukkig komen hier niet heel veel mensen. Midden in het centrum kun je niet met een wapen rondlopen, maar hier voor mij nog wel. Kijk, zie, als je hier zo staat... Ik kan nou ook gewoon bij hem naar binnen kijken. En dan zou je in principe iets moeten zien. Denk ik. Weet ik niet. Nou, we gaan gewoon lekker naar binnen. En eens even bedenken wat we ermee gaan doen. Misschien dat jullie dat in de reacties wel kunnen achterlaten. Misschien een leuk soort van plekje. Een verstopplekje voor dit of zo. Kijk, je kan hier onder het bed zou je het bijvoorbeeld kwijt kunnen. Je zou kunnen zeggen, we gaan achter de Illuminati poster een kist verplaatsen. Ik kan het in een van deze kisten doen. Dat valt natuurlijk ook totaal niet op als je hier wat in doet. Ik heb hier vroeger allemaal kleding in gedaan. Dus als je nou hier in één keer pistolen in doet, dat zou je niet opvallen, zou je haast zeggen, toch? Ik weet het niet. Ik weet in ieder geval wel dat niemand erachter mag komen. Want dan heb ik gewoon best wel een issue, een probleem. Als burgemeester met een pistool, dat is gewoon raar. Dus dat kunnen we niet hebben. En er staat hier iemand fucking in mijn huis. Hoppakee. Eruit. Oh, fuck. Ja, eruit. Wat doe je in mijn huis? Godverdomme, een beetje boos doen. Je breekt in. Ik kan naar de rechtbank, hoor. En dan hopen dat hij niet zegt van, ik kan ook naar de rechtbank. Kut, ik had niet moeten schieten. Ik had gewoon moeten zeggen, waarom de fuck pak ik dat pistool? Oh! Welk level is hij? Hij heeft bewijs. Ik betaal je wel als jij een boek signed met dat er niks gebeurd is. Oh, gelijk. Hij wil het ook. Oké, kom maar binnen. Ja, nou, dan doen we dat ook even hier. Opschieten. Ik kan nu op zich ook... gewoon doodschieten? Of opsluiten en nu de politie bellen? Nee, fuck it. Mijn helm. Even rustig, knul. Wie gaat je geloven? Als je zo blijft doen, dan laat maar. Dan waag ik het wel in de rechtszaal. Oh ja, joh. Bewijs? Oh, je hebt nu een kogel. Kan ik ook als bewijs voeren. Dus... of we komen er uit. Fuck, ik ben echt fucked. En je doet rustig en normaal. Dan kan je wat krijgen. Fuck, even kijken of hier nog meer mensen zijn. Waar komt die vandaan?
Als hij zo blijft doen, dan fuck hem. Dan schiet ik hem gewoon dood. Dat is niet normaal gaan doen. Ja. Ik doe normaal. Was foutje. Ik zag opeens iemand in mijn huis. Stop met mij te commanderen. Ik wil best in de bak zitten, want jij zit er dan ook. En ik kom er eerder uit dan jij. Oké, screenshot genomen dat hij mij een kogel geeft. Dus ga je normaal doen en rustig dit op. Of blijf je roepen met geef. Geef. Top. Oké. Het eerste wat je mag doen is even een boekje schrijven. Schrijf een boekje met dat je nooit in mijn huis geweest bent. En ik je nooit wat gedaan heb. Op, even kijken welke datum is het. Op 14 april 2016. Dan krijg je wat je wil. Vuile oplichter, 100k. Ik vind het wel geniaal, eerlijk gezegd. Oké, nou. Ga dat maar eens even schrijven. Oh my, nou, ik heb, ja, mijn brons helm is wel zonde, maar ik ga wel even binnen alvast. Be right back. 100k. Oké, en ik altijd maar klagen over dat mensen niet met wapens om kunnen gaan in deze game. En dan heb ik er één. En zodra ik iemand zie in mijn huis, schiet ik gelijk. Ik had daar met duur grapje. Oké, even kijken wat hij geschreven heeft. Oké, nou, die gaan we even bewaren. Dan krijgt hij de helm. En, wacht even. Oh, dat zijn 40 blokken. Ik moet 20 hebben. Kut. Rustig blijven. Ja. Ik 40. 20. Ik had al 20 gepakt. Lol. Zo, 40 blokken. Oké. Als er iets uitkomt van dit alles, of ooit in een rechtszaal gebruikt wordt, dan ga ik het hebben over afpersing. Dus niet doen. Oh god. Oké, dat komt goed, zegt hij. Dat is voor hem ook niet handig als hij dat doet. Hij heeft en inbraak en afpersing. Dat is nog bijna zwaarder als één keer schieten. Want ik heb hem niet vermoord. Het is enkel mishandeling, zeg maar. Oké, er is niks gebeurd. Oké, go. Ga weg, wil je nooit meer zien. La la la, hij is helemaal blij. Oh my god. Wacht eens even. Hij is een inwoner van Greedale. Ik kan hem zo hard naaien als ik wil. Ik kan hem de stad uitschoppen, ik kan beslag leggen op zijn spullen, maar als ik dat doe, dan gaat hij waarschijnlijk alsnog. Oké. Fuck, en er is ook mee geschoten nu met het pistool. Dus dat kunnen ze zien als ze hem vinden. Ik denk dat ik dit pistool beter kan vernietigen, eerlijk gezegd. En even een mooi plekje gaan opzoeken voor het pistool, voor de kogel, waar niemand hem vindt. Maar dit pistool, je ziet dat, er zit een beetje damage op. Crap. Ik kan ook niet zeggen, ik heb hem gevonden, politie, hier alsjeblieft. Of ik had hem per ongeluk meegenomen. Dus, oh. Oké, dit is wat lastiger dan ik dacht, wapenbezit in Mytopia. Ik heb tot nu toe altijd legaal gedaan. En nu heb ik zoiets van, oké, dan gaan we het verkeerde pad op. En dan krijg je dit. Laat even weten, moeten we Alex nog wat verder aanpakken? Of zeggen van, nee, niet doen, dat is alleen maar gevaarlijk. Dit wapen weggooien, neem ik aan. Gewoon in de lava. Toch, denk ik. En verder hoe en wat. Nou, laat even 3 likes achter op deze aflevering. Ik wil er niet meer zien. En abonneer even op DDC. En laat me echt even weten wat ik moet doen. Want ik zit een klein beetje vast nu. Bedankt. En tot de volgende keer. Doeg.